Wat is er precies gebeurd? Ik kreeg gisteren woensdag 13 januari een melding dat hier omstreeks 4 uur een man dood in de bakkerij zou liggen. We zijn ter plaatse gegaan samen met de ambulance, hebben hulp verleend, maar het bleek dat die man al was overleden. We hebben onmiddellijk een onderzoek ingesteld. We hebben vannacht de zaak hier bevroren. Dat houdt in dat het dus wordt afgesloten en dat de collega's het plaatsdelict bewaken. En vanmorgen zijn we verder gegaan met onderzoek in de woning en in de bakkerij. En waarvoor staat precies deze brandweercontainer? Die container die staat altijd om toch de collega's van mij die vandaag hier aan het werk zijn te voorzien van koffie en eten en even de ruimte om even pauze te nemen. Wat kunt u zeggen over het slachtoffer? Nou, het slachtoffer is op dit moment nog in onderzoek wie het is. De identiteit is nog niet vastgesteld. En daar hopen we aan het eind van deze dag meer duidelijkheid over te krijgen. Heeft u zicht op een dader? Nee, wij zijn natuurlijk op zoek naar een verdachte. Misschien wel verdachten. Wij zijn op dit moment ook aan het onderzoeken door een buurtonderzoek. De ME is hier in de omgeving aan het uitkammen of ze misschien sporen vinden. Een speurhond zoals u zojuist hebt gezien. Op alle mogelijke manieren zijn we aan het onderzoeken van hoe dit feit mogelijk heeft plaatsgevonden. Zoekt u nog getuigen? Ja, we zijn uiteraard op zoek naar mensen die meer weten over dit misdrijf. Die weten wat hier aan de hand is. Die misschien iets meer weten. Of als de identiteit van het slachtoffer bekend is, wat mogelijk motief kan zijn. En we vragen hen ook om contact met ons op te nemen.